Yo, Unitas. Wow. Yo, bedankt, Paul. Het is dag. Ik weet niet welke dag. Het is dag 8. En we zijn nu onderweg naar Lennart. Want Lennart doet mee met de Ramadan. Ik ben een vlog aan het maken, mevrouw. Een vlog. Ik heb een YouTube-kanaal. En ik vlog dan. Ja. En de bedoeling is dan dat ik mensen vragen stel. Ja. Over het leven. Oh. Oh, chef. Oei. Oei, oei, oei. Ah. Oh, dat nu. Heeft chef nu net die vogel doodgemaakt? Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Nou, daar. Ah, Younes. Hey, ik heb, Lennart, ik heb reclamegeld nodig, man. Je moet wel opnieuw zeggen, verder na de reclame. Oh, verder na de reclame. Ja, daar ben ik weer. En je hebt me vaker gezien, als ik... Hey, jij daar. Wilde jij succesvol zijn? Wilde jij financieel onafhankelijk zijn? Nou, dan heb jij pech. Moet ik geld gaan halen, want ik kan niet. nee, kom maar hier, Lennart. Maar ik moet nog even iets... Nee, Lennart, we willen eens weten. Heb je vandaag iets gegeten of gedronken? Ja. Ja, ik heb echt nog niks gegeten. Ik heb wel honger, want jij hebt al deze nacht gegeten, maar ik ook niet. Luister. Mond open. Mond open, ik krijg dat. Nee! Nee, ik heb echt niks gegeten. Echt? Ja, maar ik ga nu iets eten. Zeg, wolle. Wolle. Expose. Wat is dit? Sips. Maar ik heb dat gisteravond opgegeten. Ah, beter. Ga je mijn interview doen? Draai om, Lennart. Expose. Dit is uw eerste Ramadandag. Hoe heeft u het ervaren? Ja. Ik vind het moeilijk. Moeilijk? Honger? Dorst? Traumatische gevoelens? Ja. Oké, maar... Je zegt net, ik heb een goed idee. Ja, maar ik had nog geen idee. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Nee. Oké, dus je kent de regels? Kut. Ja. Wander mag niet eten. Nee, ik ben aan meer Ramadan. Zie je? Die stem van Faalkoorn. Doe nog wat. Lennart, jij weet... Nee, niet. Jij weet de regels, Lennart? Ja. Geen eten? Ja. Geen drinken? Geen... Ja, laat me dat toch niet bij. Dus, niet vliegen. En dan gaan we op het einde van de dag goede hamburgers eten. Goeie vlog. Kijk het niet. Doe nog wat! Niks en geen water! Oké. Ja? 100 kilo kook? Ja, dat moet wel lukken. Nee. Zwieber, niet stelen! Zwieber, niet stelen! Zwieber, niet stelen! Zeg! Zwieber, niet stelen. Zwieber, niet stelen. Oh man! Oké, Lennart, een vraagje. Ja. Wat zeg je tegen een mede-moslim? Sla in de kom. Oké, we gaan nu naar Cyprus en we gaan een beetje eten halen voor straks. Ja, het is wel een lange rij. Het is echt een lange rij. Maar hebben wij geen voorrang of zoiets? Ik heb... Van de Loor gewoon naar binnen. Ik heb mijn moslimpas thuis vergeten. Oh ja. Hey, bro. Gewoon daar.
Assalamualaikum. Hoe zijn de coronadagen bij Cyprus? Wel, laten we zeggen, het valt nu wel goed best mee. We hebben nog geen geïnfecteerde mensen hier. Geen geïnfecteerde? Ook niet verre daar? Ja, we hebben hem laten testen en het valt goed mee. Hij heeft wel andere infecties, maar... Verriet, doe maar één Turkse pizza mix groentjes. Ja. Nee. Ramadan. Ah, oké, is goed. Oké, mensen, jullie zien het. Cyprus, de grootste supermarkt van Turnhout. En we zijn hier voor... hamburgers hebben wij al. We zijn hier maar voor één reden. Voor één reden. En dat is natuurlijk de... Waar zijn ze? Ik vind die nooit, hè. Oh ja. Deze worstjes, legendarisch. Ben je gedacht? Ik pak hier twee van. Je had een paar interessante statements. Kunnen we even verder babbelen? Ja, tuurlijk. Kijk maar. Zeg maar, meneer. Ik hou het vast, hè. Ja. We zijn hier in Cyprus. Hoe lang bestaat Cyprus al? Nu, ik zal zeggen, ik heb geen flauw idee. Maar, geef eens een rondleiding, gewoon even een rondleiding. Rondleiding in Cyprus exclusief. Nu, hier hebben we altijd de voorraad drank staan. De voorraad? Dit en dat, caprissons. De caprissons die verkopen goed. Ja, die verkopen heel goed. Dit is een mannetjes komen hier graag. Oei, dit wordt echt exclusief, mensen. Ja, maar, hey. Ja, voorzichtig, hè. Voorzichtig, hè. Ja, afstand en zo. Hier is de bakkerij. Ja. De bakkerij. Hier wordt dus alle brood gemaakt. Alle brood. Legendarisch. Hier wordt alles klaar gemaakt. Worstenbroodjes, Turks brood, Ramadanbrood, noem maar op. Jodenbrood ook? Laten we niet te ver gaan, hè. Die zijn in de ovens. Die staan af. Oké. Oei. Oh, de skelet zit er nog in. Laten we snel weggaan. En die vissers, mensen vragen zich af. Mensen willen graag het verhaal horen van deze vissers. Alhoewel, die heb ik gevangen in 1970. Dat meen jij niet. Geen dagen. Allee, die is een overgrootvader. Dat is een haai, hè. Een haai, joh? Ah, een Turkse haai, zeker. Oh, hey. Die overgrootvader heb ik gevangen, maar dan heb ik een ruzie gehad, hè. Ja. En die money daar, ik zie daar. Hey, dat is ook... Hallo, als dat te pakken is, niks stoppen. Ik ga niks pakken. Die Marokkaan? Ik ben van de Marokkaanse origine. Ja, dan moet je 2 meter afstand pakken. Oei, 2 meter zelfs. Ja, geen 1 meter in de naam. Normaal sta je thuis, maar zat er een pijl Marokkaan. Ah, ja. Belg 1 meter. Maar aangezien je 2 Marokkaan met 2 meter alsjeblieft. Ik snap het. Ja. Dat is toch echt Marokkaans, dit, zo? Ja. Dat hoort je toch? Of niet? Mij, het is heel... Hoe herkent je een goeie? Als dat een rotten is. Ja, ik ben al lang geïnfecteerd, man. Nee, graag. En dat ziet hier... Ja, dan komen we bij afdeling Farid. Afdeling Farid, ja. Precies. Iedereen kent hem al natuurlijk. Ja, wordt dan de kebab gesneden. En wat is nu het verschil tussen kebab en kip? Ja. Want dat ziet er soms hetzelfde uit. Nee, dat is totaal niet. De andere is vlees. Hè? Ja. En anders met kip. Ah ja, dat is logisch. Dat is logica, hè. Oh. Dat is een Turks pizza. Dat ziet er goed uit, zo. En, oh, hey. Dat is zandel, hè. Dat is lekker, hè. Hey. Kom dan maar eens eten bij Cyprus, mannen. Allee, mensen, jullie zijn allemaal welkom bij Cyprus. Wat is het adres? Gewoon de Merodelij, hè. Merodelij 23. Oké, mensen. Turnhout. Nemet. Ik vandaag niet werken, maat. Ik ga vlog aan het maken. Nee, Lennart. Nee. Afblijven. Heb je al honger? Ja. Oké, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel honger heb jij? Hoeveel honger heb jij? Wow. Is dat een zin, hoeveel honger heb jij? Ik weet dat niet. Do I look like some teacher or something? We gaan straks goed eten, Lennart. Komt goed. It's time for the moment you've been waiting for. Jawel, mensen. Na al die jaren gaan we Dieter terug bezoeken. Ik heb na al die jaren eindelijk Dieter zijn locatie gevonden. Dieter zijn huis. Dit is een legendarisch moment, mensen. Besef gewoon even.
hoop echt dat dat open doet. Hallo. Dieter? Hey, hallo. Herkent je mij nog? Ja. Van de pizza uitvlog? Ja. Weet je wat we vandaag gaan doen, Dieter? Nee. Ik ga voor jou een pizza kopen. Ja. Is dat goed, Dieter? Ja. Heb jij zin in een pizza? Ja. Hoe lang is dat geleden dat je een pizza hebt gegeten? Sinds de vorige keer? Ja. Nee. Amai, Mehmet. Echte chefkok. Pizza Hawaii toch, hè? Pizza Hawaii. Amai. Dank, Mehmet. Smakelijk. Ah, thanks, man. Ciao, man. Ciao, man. Ah, Dieter, we hebben het beloofd, hè. Alsjeblieft. Ah, dank je. Dus Dieter, dit is uw huis? Ja. Ja, ik heb het in de veken gekregen. Echt? Amai, zo. Mag ik eens kijken? Ja. Dat is een goede tv, hè. En je hebt daar gewoon kabel op? Ja. Ah ja, ik zie het. Ja, de corona, dat is... Ik kan eerst mijn handen wassen. Ah ja, ja, ja. Dat is belangrijk, hè, handen wassen. Ja. 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 Hier de corona, dat is heel veel kussen met dat weer. Heel veel kussen? Ja. Maggie die heeft van de voeten gemaakt en ze zet tegen de buurvrouw in de kot. Nee! Ja, echt hoor. Ja. Ja. Zo. Ja, en wat ga ik ze biedt nog doen? Ik ga ze biedt nog even vloggen. Ja. Ik doe mee aan de Ramadan. Kent je dat eten, de Ramadan? Ja, normaal moet je niet eten. Ik heb een jammertest. Jij mocht eten, Dieter? Ja. Wat vind je van de pizza? Ja, goed, heel goed. Goeie pizza? Ja. Allee. Ja, dank je. Graag gedaan. Allee, proef eens, Dieter. Ja. Lekker? Ja, ik ga een bordje pakken. Ah ja, dat is goed. Oké, Dieter, heb je nog iets te zeggen tegen mijn kijkers? Ja. We moesten allemaal in ons kont blijven. En wat wil je zeggen tegen de kijkers, tegen de mensen die nu kijken? Ja, mee allemaal meedoen met de Ramadan en allemaal, ja. Ja, mannetjes, salukjes. Wij zieken ze. Graag gedaan, Dieter. Ja. Geniet van die pizza. Jo. Legendarisch, mensen, legendarisch. Dieter, vandaag heb jij geluk, hè. Ja. Ik ben hier weer met de cadeautjes. Ja. Hé, hey, vandaag echt een topdag, zeg Dieter. Ja. Jullie mensen, jullie horen het muziekje al. Ja. Het is tijd voor... Dames en heren, dit is een boxing time. Doe maar open. Ja. En bent je benieuwd? Ja. We zullen eens kijken. Oh. Oh. Dank je. Oh. Laat het zien, laat het zien. Ja, mijn ding is... Laat maar alles zien. Appelsap. Appelsap, ja. Ah, oh, dat is goed. En kijk ze en dingen. Oh. Laat maar zien aan de kijkers. Spaghetti. Wacht, ik zal dit hier zeggen. Ja. Oh. Dan hebben we tomatensaus. Ja. Dit is alzwekreiniger. Ja, ah, alzwekreiniger van dingen. Reiniger, hè? Ja. Van Ecover. En dan spaghetti. En deze. En deze is zonnebloemolie. Niet om te drinken, Dieter. Nee, nee, nee. Is om te bakken, hè? Ja. Oh, dank je. En wat hebben we daar nog? En pasta en cake. Oh. Ja, dat was het. Die doosje heb je nog nodig, denk ik. Die doosje kun je ook gebruiken. Ja. Oké, okay, Dieter. Ja. Wat vond je ervan? Goed, echt wel. Echt merci. Ah, graag gedaan, hè, Dieter. Graag gedaan. Ja. Dat was het dan weer, hè. Unboxing time, hè. Ja, merci. Zeg maar dag tegen de kijkers. Ja, de kijkers. Oh, dat is goed. Dat is jong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja, Lennart, hoe was de Ramadan vandaag? Het was moeilijk. Ik heb veel honger geleden. Je was er ook? Nee, we gaan de vlog verbreken. Nee, we moeten dat. Wacht, kom erop, joh. We gaan de vlog verbreken. Het is tijd, het is tijd. Drie. Ik ben heel zwanger. Bismillah. En hoe voel jij je nu? Nee, echt opgelucht. Opgelucht, ja. Dat is mooi. Dat is zo naar camera. Je weet nog. Mensen, stay tuned. We gaan jullie laten. Cringe video. Huh?